De avond voor de Freulepartij wordt in Wommels voorgelezen. Dit jaar kwam Riens Gratema naar de passantenhaven van het dorp om te lezen voor de Freule op zijn eigen wijze. Traditiegetrouw werd de voorlezer tegen 8:30 de haven binnengeroeid, waarna hij bij ondergaande zon zijn licht liet schijnen over al wat de wereld, Europa, Nederland, Friesland, Wommels en niet in de laatste plaats hemzelf bezighoudt. Hij schrijft aan een nieuw programma, Geraniums of Gladiolen, waarin hij terugblikt op zijn ruim 50-jarige carrière. Verslaggever Sjoerd van Beem en cameraman Jaring Rismens maakten een prachtig verslag van deze voorlees zomeravond in Wommels. Boeren, burgers, volk van Boeten, hark wat ik de zin ha. De vreugdedooi zal haast bij wijzen, maar jou vooral zullen wij belezen. De gast die we deze keer ha, is nimmer ons als Riens Gratema. Riens Gratema, lezen voor de vreugde, wie niet op de hoogte van deze traditie? Ik heb een keer gehad dat Pieter de Grote die in het. Ik leef als Olly B. Bommel. En mooi iets films maar als Tom Poes. Dus ik wist dat ze hier aan de varjoen van de Freulepartij wat ludieks dienen. En dat vonden ze van zo aardig, die joen. Dus toen was het in Friesland gauw zijn, daar moet er een traditie van maken willen. In elk geval een tweede keer. Maar ja, dat kon ik zelf niet doen, dus toen hebben we wij zochten waar ze dat doen kunnen. Nou, en zo zijn we alle hier naar mijn ogen gekomen. En wanneer ben je hier vervregen? Ja, en ze vregen wat stoot van die Edwan. En het is lezen, dus dat is wel leuk. Ik mooi lezen. En normaal ben ik wet om dingen uit de Holle te doen. Dus het is een makkie. En nou hebben ze een comité, nou hebben alle hier een oren mee in hand. Waar hebben ze ongeveer al je hand? Nou, we hadden twee hier hebben Hielke Speerstra gehad. Het derde hier Germ Steenekes. Het vierde hier hebben Romke Touring gehad. Die is in eigen beleving van de Freule. Verteld had en toen hebben we in het Zwillingspa gewoon. En vrienden hier wie in het Jan Arends en Marijke Geertsma. Die winnen voor het eerst dus twee en ik voor het eerst een vrouw bij. En nu ben ik met een zoon de Keerta. En het liep het wel een opklimmende reeks, want nu komen wij er niet geraten maar. Hè? Dus, En heb je voor dadelijk een onderwerp reed voor deze jongen? Nou, ik heb een onderwerp. Ik doe wel wat ik normaal bij leuke gelegenheden doch. En ik heb zelf op een Freulepartij keerst als jonkje. Dus ik heb natuurlijk wel affiniteit met gebeuren. En ik nog wel een bepaalde mening hoe de gang van zaken met keertsen. Dus dat komt er wel in. Je hebt alles op papier, maar je improviseert je vanzelf ook wel even. Ik heb het voor een pad op papier en ik denk dat ik iets ziet wegen bewandel. Takken hier weer 80 en dan ging de planken erop, zei Pieter, joh, hestel wat van mij een stik. Nou wordt dat een nieuwe stik in die zin, het wordt voor een pad een nieuwe stik, maar het wil ik al die hebben dingen die ik dien heb, en zelfs de Sheikh Sjoerd van Arem komt erom. Dus moet je maar kleren, de burgemeester maar van onze deel. Ja, dus. Maar ik heb het aardig voelen om op 80 hier nou bij wat meester dan, omdat het zo mooi but is. Ik word wat zin. Het zicht wordt minder, het gehoor, het onthoud, de knippels, ik ben blij dat ik voor die boord ben. Schouders, reg, je hier maar op de kop. Net veerkrachtig, je hebt er stroffelachtig en krampachtig, maar het riemt al je prachtig. En op 90 riemt je moer, dus jongens 80 best, want bij 90 is het goed. Machtig, lood en krachtig,
Dan werd zacht en engelachtig en ondachtig, schilderachtig, dan omslachtig, oppermachtig, lippenskrachtig en stormachtig. Nooit jouwslachtig, ritselachtig, zenuwachtig, twijfelachtig, maar reusachtig, prachtig, tachtig. Ho. Het werk moet sparen, mensen. Dat die hele luid en de nijste wetboeken, dat zie je het only dat die is maar één. De koers bij de L van Leen en Lees, die koers ook worden. En nu begint dat seizoentje zo weer te komen. Dan denk ik dat die vroeger een belangrijk element in het menselijk leven. Ik zie je dan in Arem, want we gingen in Pijn met een bank in Arem, hier een bank, dat die een belangrijk plak. De Nutspaarbank in Arem. Daar stier ik dan één keer in de saffortiet, misschien PM1, dan stier ik in de regen van het loket voor mijn busken met kwartjes en dubbeltjes. En dan tocht ik dat ik met mijn kwartjes en dubbeltjes een onmisbare bijdrage leverde aan Slans economie. Ik vond het geweldig, ik stierde graag een jelloeren van achter van het loket in de regen. Ooit ik begon te liegen. En toen kon er een vrouw van me eten, toen hoorde ik net meer in de regen. Ik mocht binnen, door een grote eikenhouten door. Ik mocht zitten voor het eikenhouten bureau van de directeur kassier. Ik kreeg een kop koffie en een sigaar van een mooie juffrouw. Men informeerde uitbundig naar mijn gezondheid. En ik stier 30.000 in de min. Maar ik wou wel voor volle ons, jongen. En ik weet nog best dat boeten kwam en dat al die meisjes nog voor het loket in de rij stieren. En dat ik ze daarop met mens durf te lenen. En doe eens fout dan. Dus ik ben medeschuldig rond een check. Dat jou weet dan. Het is net het lang. Ik zei ze altijd, hou er mee op. Jongens, de helden. Er komt rieke bloed niet voor, het is nog Duitse. Dus ik denk dat je mooi al je nog een keer matten. Het Friesvolk is bij de Vullenpartij. En dan even een stokje rust. Ik wens je een prachtige dag. En nog een soort mooie dagen in deze zin. Dankjewel. Wat vond je ervan? Leuk. Hartstikke mooi. Ja, nergens net om, maar het kan met mijn eigen leeftijd worden, want we hebben zo wat liggen gehad. Dus dan heb je een heel soort van die dingen die je het zelf ook mooi maakt. Ik vond het hartstikke leuk. En ik hoop dat die jongeren er ook wat onder hand hebben. Nou, zo. Hartstikke fijn. Te kwaad. Te kwaad? Ja, te kwaad. Zo mooi, ik heb nog wel even hier gewoon. Ja, heel erg mooi. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ben 20 jaar jonger, maar hartstikke leuk.